We zijn hier aan de Turks-Griekse grens. Hier is het waar de afgelopen weken heel veel conflict is geweest, heel veel geweld is geweest. Achter ons staan die vele gezinnen, vrouwen en kinderen, zoals wij in onze media zien. Maar hier in de realiteit, als ik hier sta, zie ik toch vooral eigenlijk enkel agressieve jonge mannen van militaire leeftijd. I did there, no problem. I want you dead. I want you dead. Ze roepen, ze gooien met dingen. We hebben hier bij de Griekse grenswachten ook gehoord dat ze met brandbommen zelfs gooien, dat ze wapens naar hier aan het smokkelen zijn. Dat er toch wel een heel agressieve sfeer hangt. Ik heb ook gehoord van de generaal, van de bevelhebber hier, dat er dagenlang geen enkele Syriër is gemeld, dat er geen enkele Syrische vluchteling is gevonden, dat het hier vooral gaat om Somaliërs, om Pakistanen en om mensen uit Afghanistan. Dus geen echte vluchtelingen, maar wel echt illegale migranten. Zoals ik al zei, er hangt hier een heel agressieve sfeer. De Griekse grenswacht en het Griekse leger is hier ook grote verdedigingswerken, je kan ze zo wel noemen, aan het bouwen achter ons. En er is een heel grote aanwezigheid ook van het Griekse leger. Ik denk dat zij misschien vrezen dat er hier zou worden doorgebroken en dat er daarom zo'n grote aanwezigheid is ook van het leger.